Vanavond Patrick Quist uit Rotterdam, van Rotterdam Atletiek. Uw graag geziene gast. 55-13. Ik denk dat ik tevreden mag zijn. Dat wordt dus ook ja. Patrick. Dat is zwaar. Heel erg. Nee, doe mee. Ik heb rustig. Mijn eigen tempo kunnen lopen. Patrick Quist en hoeft niet in het rood te gaan. Dus. Die komen nu volop in. Lekker. Patrick Quist kwam als eerste over de finishlijn van Zomer Wantijrun. Woensdagavond klonk het startschot voor de derde editie van de loop. Meer dan 800 hardlopers, verdeeld over 3 afstanden, liepen zich in het zweet. Welke afstand ga je lopen? De 10 Engelse mijl. 10 mijl? Dat is dik 16 kilometer. Ja, 16 kilometer, klopt. Ik ga deze keer voor de 5. Ja, ik heb hem nog nooit gedaan en ik las dat het erg mooi is om langs het water te lopen. Dus ik dacht van ja, dan wil ik ook wel de volle afstand lopen en dan genieten van het volledige parcours. Ik heb ook wel de 10 gedaan, maar... Even eventjes geleden, dus nu even keer de 5 weer. Maar het is heerlijk weer. We hebben zondag in Roosendaal gelopen en daar was het heel erg warm. Ik moet wel zeggen dat het publiek ontzettend veel watervoorzieningen getroffen hadden aan de kant. Dat was wel heel prettig. Het was wel even spannend, moet ik zeggen. Gisteren was het natuurlijk echt bloedheet. En dat was het onverantwoord geweest om te starten. Maar gelukkig veranderde het weerbericht ten positieve. En heb ik toch nog even aangekeken en alle afstanden zijn gelukkig doorgegaan. Wel zijn er maatregelen genomen om veilig te kunnen hardlopen. Zo was de EHBO extra alert op oververhitting en uitdroging. Waren er extra waterpunten en was er een doorloopdouche bij de finish. Dat is absoluut nodig, want je ziet echt wel dat er ook met de hulpposten dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Even de cooling down. En heel veel mensen vinden het ook gewoon leuk. De opbrengsten van de zomerwandtijrun gaan naar een goed doel. Dit jaar ging er €2500 naar de High Five Foundation. Ja, voor de tweede keer achtereenvolgens High Five als goed doel. Ik vind dat wel belangrijk om lokale goede doelen te steunen. High Five, ja, die manifesteert zich, zich goed. Die zijn ook zichtbaar bezig met hun stichting. En die organiseerden gewoon 5 leuke evenementen voor zeg maar, minderbedeelde kinderen. En daar wil je natuurlijk sowieso graag aan doneren. Ook volgend jaar kan er weer gelopen worden. Dan is het babyhuis het goede doel dat met de loop gesteund wordt.